Dus ik heb de tentoonstelling zo opgevat. In de rondgang hier aan deze kant beginnen we met een beeld dat heel duidelijk verwijst naar een soort documentaire traditie. Een beeld dat letterlijk gaat over fotografie. En aan de andere kant kunnen we misschien even doorlopen. Alle foto's die hier te zien zijn, zijn in Mumbai in Indië gemaakt. En worden hier getoond ook in het kader van Europalia Indië. Langs deze kant heb je dan het laten we zeggen, andere aspect van mijn werk. Het meer abstracte, het zuiver picturale, de verwijzing naar de schilderkunst. En dat zijn eigenlijk de twee werelden die ik probeer in mijn werk samen te brengen. Aan de ene kant het documentaire, het feit dat het plaatsen zijn ergens in de wereld. En aan de andere kant het beeld dat een autonomie verwerft en dat puur beeldend, puur abstract of alle mogelijke verwijzingen naar schilderkunst en zo die daar aan bod komen. Hier waren al die nissen en het is eigenlijk door de ruimte dat ik op het idee ben gekomen van hier die toch wel zeer monumentale foto's van die treinen in Mumbai te tonen. Die deuren staan altijd open en dan krijg je dus een kader in het kader, een soort foto in de foto waar die personages of die acteurs als je wil figureren. Maar het is dus door de ruimte en voor de ruimte dat ik deze werken eigenlijk gemaakt heb.